Ja, Rolf Drents, daar sta je dan, hoofdtrainer van VVRK. Had je dat ooit een aantal jaren geleden gedacht? Nee, niet gedacht, nee. Wel, misschien wel een keer gehoopt. Oh, hey, ik heb een heel verleden als jeugdtrainer al. En heel veel jonge spelers die nu ook in de selectie zitten, heb ik getraind. De afgelopen jaren, dus op dat gebied was het misschien wel een, nou ja, hoe zeggen we dat, zo'n mooi klein droompje. Dus, nou ja, die hebben mij in november, december hebben ze mij gevraagd om het over te nemen van Freddy. En, even voor de duidelijkheid, je hebt een heel verleden in de jeugd, onder andere bij HZVV. Ja, daar ben ik ooit begonnen. Als 11-jarige heb ik daar gevoetbald en tot mijn 24e. Daar werd abrupt een einde aangebracht aan mijn carrière door een zware knieblessure. En nou, na een poosje revalideren natuurlijk ben ik als jeugdleider daar begonnen. Heb ik daar 5 jaar als jeugdleider gezeten bij HZVV A1. Met onder andere Henry Kramer en Erik Stuivenberg. Met als kerst op de taart in 2002 het kampioenschap in de hoofdklasse. Daarna nog wat activiteiten. En toen in 2004-2005, meen ik, ben ik hier bij VVK begonnen. Ja, dat vond ik wel een mooi verhaal, want je zegt ik ga op een gegeven moment ga je verhuizen naar Kerkenveld. En dan denk je van ja, dan moet ik eigenlijk ook wel wat voor de club doen. Nou ja, dat is gegroeid. Kijk, je hoopt ooit kinderen te krijgen en toen we hier woonden. En dat is ook gebeurd gelukkig. Twee jongens en een meisje. En allemaal voetbalminded en die gingen hier voetballen. Dus toen de oudste hier ging voetballen, maar dan ga je eens kijken. En op een bepaald moment vragen ze van, kun je niet eens een trainingje doen? En zo ontwikkelt zich dat eigenlijk door. En op een bepaald moment zit je er helemaal in eigenlijk. Heb je ook 2 verschillende culturen meegemaakt, hè? Want HZVV is natuurlijk een club in een grote plaats, een grote vereniging. En dit een echte typische dorpsclub. Dit is een ander niveau. Maar op zich, qua gezelligheid, doet het zeker niet onder voor een grotere club. Alleen op gebied qua denkwijze moet je je daar zeker zelf ook in beginsel wel aan aanpassen. Kijk, en als je zelf jong bent, hè, dat was ik toen ook nog, dan ben je wel eens wat scherper daarin. Maar op een bepaald moment zie je wel de verschillen en dan accepteer je die verschillen ook. Uiteindelijk ga je ook aan de slag binnen de jeugdafdeling natuurlijk, omdat je soms natuurlijk gaat voetballen. En dan kom je ook bij JVZ terecht, samenwerkingsverband. Wat zijn jouw ervaringen daar geweest? Nou, mijn persoonlijke ervaringen zijn eigenlijk heel, heel goed geweest. Kijk, ik ben daar destijds, ja, op een bepaald moment ben je trainer gewoon zonder diploma's. En op een bepaald moment zeg je van, nou, je wilt wat meer. Dus nou, dan moet je een cursus volgen en dat komt daar bij JVZ destijds. En toen ben ik eigenlijk wel op dat gebied in een warm bad gekomen. En daar heb ik allerlei teams heb ik daar getraind. En de laatste 4 jaar was dat een JO 17-1 samen met Leon Schoenmaker. Kijk het even naar de situatie dan voor VVRK binnen JVZ. Ben je dan toch niet een beetje het vijfde wiel aan de waar? Ja, dat wordt altijd als buitenstaander wordt dat geopperd. Kijk, het zijn altijd 2 dingen. Er zijn kansen en bedreigingen. Kijk, de bedreiging is nu op dit moment ook. En daar heb ik eigenlijk ook wel de laatste tijd over nagedacht. Ik ben niet helemaal op de hoogte op dit moment van de gang van zaken. Maar dat ik het goed begrepen heb, want de JO 15 en de JO 13 gaan ook samen nou bij JVZ. Omdat het gewoon op dit moment niet mogelijk is om een team te maken. Kijk, en dan kun je als een bedreiging zien, als dorpsclub, maar ook als een kans. En dat wil zeggen als een kans in de zin van, je hebt hier in elke leeftijdscategorie echt wel hele goede voetballers lopen, maar er zijn er altijd maar een paar. Kijk, en die krijgen nu wel eerder de kans om op een hoger niveau te voetballen. En dan is het natuurlijk wel zaak dat ze gewoon lid blijven bij VVK, dat is het mooiste. En die kans krijgen ze denk ik. En hoe loopt dat op dit moment? Want ze kunnen in principe kiezen tussen een tweede klasse, een derde klasse en een vijfde klasse. Ja, het samenverband is gewoon zover mij bekend altijd en ook voorgehouden. Als je daar naartoe gaat, dan blijf je gewoon lid van je eigen dorpsvereniging of van je eigen vereniging. En dan kan er een moment zijn dat je kiest door vriendenclub of wat ook. Maar dat, in principe blijf je gewoon lid van de vereniging waar je van jongs af aan lid bent. En dan maak je afgelopen seizoen de overstap naar het seniorenvoetbal. Ja, dat was een schok. Nee, hoor. Nee, kijk, je kunt het als uitdaging zien. Dat is natuurlijk de eerste reden. Op een bepaald moment, je werkt altijd met de jeugd. Wat heel dankbaar is, vind ik zelf altijd. Want ja, die hebben een groot absorptievermogen en ook een goed leervermogen. Maar daarnaast was het toch ook, het was altijd vliegen en haasten. De jeugd die traint iets eerder in verband met de moederclubs al daar. Dan moet je dan om 6:45 nog trainen. En in combinatie met mijn werk, ja, dan was het toch altijd haasten en vliegen. Kijk, en ik ben een perfectionist, dus je wilt het goed doen. Dus op een bepaald moment dat gaat je toch een beetje tegenstaan. Vandaar ook de nieuwe uitdaging oppakken
om seniorenvoetbal te gaan trainen. Hoe heb je die stap ervaren? Want het is wel een verschil natuurlijk, ook qua benadering natuurlijk. En ook al eens bij een tweede elftal. Ja, nou eerlijk zijn, dan ben ik altijd eigenlijk ook. Want dat is het belangrijkste, vind ik als trainer. Eerlijkheid en duidelijkheid. Dat was wel een groot verschil. Kijk, je komt natuurlijk in het volwassen voetbal terecht. En er zijn allemaal volwassen mensen. En de een die heeft meer drive dan de ander. En dan natuurlijk, de tweede team speelt niet op dusdanig niveau. Dat daar altijd alle drive in zit. Kijk, en dat was wel even wennen. Maar dat wist ik natuurlijk van tevoren. Hè. Kijk, je denkt er al zelf over na. Dus ik wist van tevoren wat met de wachten stond eigenlijk een beetje. En op een of andere manier is er dan wel een klik ontstaan. Want anders word je natuurlijk niet gevraagd een jaar later om hoofdtrainer te worden. Nee, dan zou je toch waarschijnlijk toch iets goeds doen. Kijk, nee, maar het is ook, ik vind het ook super gezellig hoor. Kijk, ik ben ook, als speler was ik ook iemand van de derde helft. Maar dan moet er van tevoren wel gepresteerd worden. Kijk, en dat hadden deze jongens van tweede, die hadden het met name soms vaak over de derde helft. En een gedeelte die wou wel wat meer. Kijk, en nou ja, daar beweeg je je dan ook op dat moment weer in. En ja, dan doe je misschien wat concessies eigenlijk. Maar ja, op zich is het me hartstikke goed bevallen. Nou kan ik me voorstellen dat er bij VVK niet gelijk torenhoge doelen worden gesteld. Maar ik neem aan dat er wel gesproken is over een richting waar je naartoe wilt. Nou, heel concreet nog niet eens zozeer. Maar kijk, voor mezelf, je kent de jongens. Hè, 10 jongens die heb ik, dat zei ik net al in de jeugd getraind. De anderen, die leer je langzaam zeker ook kennen. Kijk, en er zit gewoon eigenlijk wel meer in, denk ik, dan er op dit moment uitkomt. Maar daarnaast, moet je ook eerlijk zijn, het is een hele jonge ploeg. Nou, kijk, en dan kun je vijfde klasse spelen, maar in elk team in die vijfde klasse speelt wel een goede spits of een andere goede middenvelder, wat het maar, die het verschil denk ik op dat niveau kan maken. Dus ik hoop eigenlijk dat wij, we stonden afgelopen jaar in de middenmoot, nou, misschien een stapje erbij. En dan ik hoop eigenlijk dat we in de klasse komen met 12 of 14 ploegen. Dan ben je verzekerd van 3 periodetitels. En dat is op zich, dat is mijn ervaring vanuit de jeugd ook eigenlijk, dat je dan ergens naartoe kan bouwen. Hè? Kijk, een reeks van 7 wedstrijden, 8 wedstrijden is ook voor een ploeg te overzien. En als je dan een wedstrijdschema mee hebt en je hebt ploegen die eigenlijk gelijkwaardig aan je zijn, dan kun je als trainer ook en als ploeg ook ergens naartoe bouwen. Dus, vorig gesprek hadden we het al even over de tendens van zondagploegen die overstappen naar de zaterdag. Jij zegt van, ik zie dat niet echt puur als nadeel. Ja, ik ben een liefhebber. Nee, absoluut niet. Kijk, je kunt altijd zeggen van ik moet kampioen worden of ik moet dit of ik moet dat. Maar ik vind het mooie van voetbal is, mooi voetbal. Kijk, en als je hier zo meteen ook, en dat is mijn doelstelling ook, en daar probeer ik de jongens ook naar te bewegen. Kijk, het publiek heeft gewoon recht om naar een mooie wedstrijd te kijken. En dat je alles geeft. Kijk, en als er dan ploegen inkomen uit een andere klasse, die misschien wel iets beter zijn, dan kun je jezelf denk ik ook weer aan optrekken. En zeker zo'n ploeg als ons, een jonge ploeg, waar nog heel veel rek in zit denk ik.